Yellow Window en Enthoven Design ontwierpen de tram Albatros XL voor de lijn. Deze 43 meter lange tram met lage instap doet zijn naam eer aan en biedt plaats aan meer dan 300 reizigers. Korte gangen en grote ramen creëren een aangenaam ruim gevoel. Bovendien is hij tot 35% zuiniger. Reizigers komen hem vandaag al tegen in Gent en Antwerpen. De OSTRT bureaulamp met LED-verlichting is een sober ontwerp van Hans Verstuift voor Triso 21. Dat doet denken aan een lampion of lantaarn, een eenvoudig object dat zich overal lijkt thuis te voelen. Een slimme brievenbus waar pakjesdiensten je pakketje in achterlaten als je niet thuis bent. Omgekeerd kan je zelf een pakje in de Bring Me-box achterlaten om terug te sturen. Natuurlijk werkt deze slimme brievenbus samen met je slimme telefoon om je op de hoogte te houden over de status van je pakketje. Mate gaf vorm aan de Bring Me Box en bijhorende app. Het tijdelijke hotel B&B van Achilles Design speelt in op de stijgende behoefte aan luxe op festivalcampings. Het bed vorm je om tot zetel en elke module voorziet je van opslagruimte voor je bagage, een lokker, licht en stroom. De B&B stapel je tot 4 verdiepingen hoog en staat even goed op een harde als op een zachte ondergrond. De Carbon Black Line van Jan Mayeu is een zwarte LED-lichtlijn in aluminium. Je kunt dit verlichtingselement zo lang maken als je maar wenst. De lichtbron is onder meer voorzien van de EU-gepatenteerde CoolLED-technologie. Copper to Chloride van Salvatore Caltabellotta is een glasvezelpapier met, zoals de naam al doet vermoeden, een koperchloride oplossing. De kleur van de chloride laag varieert tussen bruin en lichtblauw naar gelang de luchtvochtigheid. Gebruik als behangpapier is een mogelijkheid, maar het kan ook als abstract paneel of kamerscherm. Sanny Winters zet in 100 typografische prenten Gentse iconen in de verf. In haar kenmerkende stijl ontleedt ze op basis van het alfabet de essentie van de stad en haar inwoners. Bekende Gentenaars zoals Herman Brusselmans en Kadir Balci schreven de tekst. In Veen is een tafel. Of een spiegel. Of een tafel. In dit prachtige ontwerp van Ben Storms werd het leder en marmer ambachtelijk bewerkt, terwijl de moderne hydroformingtechniek werd aangewend voor het blazen van de inox-spiegel. Studio Dos Santos bedacht voor het Antwerpse MOMU een digitale oplossing voor het plaatsgebrek waar veel musea mee kampen. Een interactieve weerbestendige videomuur van 10 vierkante meter is het resultaat. De technische uitwerking was in handen van Lab 101. Beeldend kunstenaar Liv Mathilde Méchain en textielontwerper Com Touvet ontwierpen de collectie Nuée Shadows voor het Vlaamse linnenhuis Verilin. Inspiratie haalden ze uit de lichtschakeringen aan de hemel bij het wisselen van de seizoenen. Voor de productie onderzocht men nieuwe vezels, garens en technieken. In tijden van crisis is er nood aan eenvoud, schoonheid en dromen. Met dit uitgangspunt realiseerde Ooyen en Winters een sprookjesboek om het papier van IGEPA in de kijker te zetten. Hedendaagse illustraties en tekstfragmenten uit bekende songs maken de 10 sprookjes extra krachtig. Pieter Roeks creëerde voor Berghof een messenset in de Ron-collectie die er sober en praktisch uitziet. Ze vallen op door hun donkere lemetten in combinatie met zacht hout. De magneetstrip om ze op te bergen is speels en handig. De theepot uit de Ron-collectie werd ook ontworpen door Pieter Roeks voor Berghof,
en is tegelijk moor en theepot. Je kan hem dus van op het vuur direct op de tafel zetten. Als de houder voor losse thee eruit is, kan het deksel goed worden vastgezet en dat is handig bij het schenken. Something, Some Things, Some Thinkings About DMVA is een monografie ontworpen door Ronnie Duquesne over het architectenbureau DMVA en heeft de look en feel van een echt collector's item en overstijgt qua vorm en inhoud de traditionele architectuurmonografie. Het manifest van Stulis ontstond tijdens brainstorms ter voorbereiding van de herinrichting van de concept store en het herbekijken van de identiteit. Hectica realiseerde het boek. Het is symbolisch voor de nieuwe weg en een tool om intern en extern mensen mee op sleeptouw te krijgen. De titel staat in het midden, de essentie op de cover en de voorbeeldmerken omarmen de spreuken. Met Structure Sofa ontwierp Alain Gilles voor Bonaldo een comfortabele en ergonomische sofa met een lichte belijning en dynamische grafische looks, ook van op de rugzijde. De collectie beantwoordt aan de noden van zowel particuliere klanten als interieurspecialisten. In samenspraak met professionele tolken ontwierp Meet voor Televic een tolkenpost waarbij gebruiksvriendelijkheid centraal staat. Het ergonomische ontwerp voorziet in toetsen tot in de hoeken van het scherm, ondersteuning voor slechtzienden en een luidspreker aan de achterzijde. Koen de Vos maakte een kastdeur waarbij de zwaartekracht zorgt voor de opening. Een simpele beweging mobiliseert de as van de deur, waarna ze vanzelf openzwaait. Het is een ontwerp zonder scharnieren, bouten of vijzen. Gert Kokuit ontwierp voor Modular de LED-verlichting Veder. De honingraadstructuur is een alternatief voor de klassieke lamellen en zorgt voor een lage verblindingsgraad, zonder aan performantie in te boeten.